Als we in de economische groei van Suriname willen investeren, moeten we investeren in de menselijke hulpbron. Volgens beschikbare data heeft ongeveer 72% van onze bevolking het VOJ afgemaakt. Veel te hoog, zei Sherida Mormon, directeur van de Vereniging Surinaams Bedrijfsleven, VSB, vandaag op dag 2 van het PTC-congres met als thema Economie inclusief ondernemerschap. Mormon gaf aan dat de VSB dit congres belangrijk vindt, omdat het weer een moment is om de koppen bij elkaar te steken en te weten waar wij willen gaan met ons onderwijs. Er moet namelijk niet alleen worden nagedacht over het onderwijs, maar ook over de educatie van mensen die het menselijk kapitaal van het bedrijfsleven vormen. Hoe gaan we ervoor zorgen dat de mens, dus dat wij als human capital, toch, het menselijk kapitaal, samen ervoor kunnen zorgen dat wij ontwikkeling stimuleren. Dat wij, want we zijn onderdeel van die ontwikkeling. Hoe kunnen we ervoor zorgen dat bedrijven beter worden? Hoe kunnen we ervoor zorgen dat het land beter wordt? Hoe kunnen we onze verdiencapaciteit verbeteren? En dat kan niet alleen maar met, weet je, het hout en al dat soort materiaal dat in de grond zit, of water of olie. Het zijn mensen, toch, die je moet inzetten om jouw verdiencapaciteit te verbeteren. Dus dat is een van de dingen waarvan je zegt van oké, het is goed dat we bij elkaar komen. Want het is een mooie conference van mensen van verschillende charens. Om de koppen weer bij elkaar te zeggen van oké, waar staan we nu? En waar willen we naartoe gaan? En nog belangrijker, hoe bereiken we dat? Dus daarom denk ik van dit is een goede stap. Een snelle berekening leert dat op de begroting van de regering 6% is gereserveerd voor het ministerie van Onderwijs. Dat zou mede de oorzaak kunnen zijn van een lage investeringsrendement. De tweede gastspreker was Christophe Hinske. Hij is associate professor van Saxion University of Applied Sciences. Deze universiteit heeft zich gecommitteerd tot een meerjarige samenwerking met het PTC. Hinske gaf in zijn presentatie aan dat de overeenkomsten voor het hebben van het beste salaris, voorzieningen en baanzekerheid overal ter wereld voorkomt. And what we say is, what we see, most of organizations, not only in the Netherlands but around the globe, are trapped here on the left side. There are some who are already there. We call them the positive economic deviants, who in their behavior can't be explained by current economic paradigms and management leadership thinking. I will come to that in a second. And so this is also something that I see as a problem. Most of organizations are trapped here. Another way to use our words from before, we are trapped in competition. We all would love to collaborate more, but our KPIs, the way of how we interact, etc., is based on competition and extracting resources from each other. Therefore, we are still trapped in the term human resources. I would rather call it human sources. You're a source of infinite possibility and light. You're not just a resource that I can move from there to there. And changing this little thing makes a massive difference when we have employee conversations. Are you a source of infinite possibility, or are you a human resource that I can use towards, according to my plan? Het internationaal congres van PTC wordt morgen formeel afgesloten door minister Marie Levens van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur.